je voelt de verwachting voor weer een nieuw seizoen hier in Rotterdam-Zuid. Berghuis, contract verlengd, zo werd vandaag bekend. Tot de zomer van 2022, dat is voor Feyenoord. Zo aan het begin van dit seizoen, uitstekend nieuws. Berghuis, Bannes voor de goal. Hier is hij. Val, Lassing en daar toch nog 2-2. Dan voelt dit vertrouwd en dan moet je daar nog ineens over nadenken. En daarom is mijn keuze voor Feyenoord geworden. Well, I'm definitely going to give everything for the team, the club, the fans. Berghuis, Larsson, dat is goed. Zat jongens voor de goal. Swanson is daar! Larsson. Ah, ja, Larsson. Ach. 4-0. Ja. Perfect. Berghuis onberispelijk. Feyenoord op voorsprong in het Abalenza Stadion. Nou, dat is heel ver, maar dat kan, want het kan altijd natuurlijk. Wat een goal van Drezevic. En die valt wel goed, Botteguin in twee instanties en dan is het 1-1. Sterkte Carlo de Leeuw. Berghuis en dan Lagerhart terug, Haps. Ja, geweldig! Rotterdam, een Europese avond, het kan zo lekker zinderen hier tijdens Europese wedstrijden. Maar is ver en daar is de goal van Leroy Ver. Daar is dus zo'n momentje. Steekbal, Burger. Ja, haha, Burger! Zaalvoetbalgoal. Zijn eerste balcontact. Berghuis voor de 1-0. En die schiet erin, ondanks het feit dat Willem Reuter in de buurt was.